Deze nieuwsuitzending die gaat over de problemen die er zijn met de immigratie. Je leest er van alles over in de krant. Ik ga er ook eentje bij pakken waarvan ik geloof dat het absoluut onzin is. Gewoon een verzonnen verhaal. Maar ook zitten er heel veel dingen die zijn wel degelijk gebeurd. We gaan het gewoon even lekker over hebben. We starten even een filmpje op. Hier zie je een stoep. En die man hier, die is geagiteerd. En dat meisje staat daar geleund tegen die pui aan. Het moet een meisje zijn, want ze heeft lang haar en ze heeft ook een tas hier hangen, denk ik. En dan zou je kunnen denken, dat is dan een prostituee die op klanten wacht. Maar dat denk ik niet. Ze is misschien gewoon aan het wachten tot haar vriendje komt. Of is afgesproken met een vriendin. Dus even aan het nadenken over naar welke supermarkt ze gaan. Ik weet het niet. Kijk maar even hoe dat afloopt. White French being beaten up by predominantly Muslim immigrant gangs. Violent crime can happen anywhere and to anyone, and for many reasons. But in parts of France, it has become especially dangerous to be white. There are parts of France where the native French are no longer welcome. Kijk. Dat is zo. In Stockholm, of überhaupt in Zweden, heb je dat ook. En wat is hier aan de hand? Die mensen waren toch vluchtelingen? Moet je nagaan dat je kent iemand en die is dakloos. En dan zeg je, nou, dan mag je wel bij mij in huis komen. En vervolgens gaat hij tegen jou zeggen dat je dit niet meer mag en dat niet meer mag en dat je niet meer welkom bent. Dat hij zegt, ja, vanavond heb ik wat vrienden op bezoek. Ik zou fijn vinden dat je dan even weggaat. Het was toch, het land was toch van de Fransen? Daarom heet het toch ook Frankrijk? Dat is toch hun land? En nou mogen die immigranten, want ze zo zielig zijn, die mogen daar naar binnen. En die gaan dan gekke dingen doen. Muslim immigrants consider it their territory. And whites enter at their own risk. They're little Muslim caliphates inside the borders of France. And it's like that because these parts of the country are in the hands of drug traffickers, gangs and imams. This in the, ja, dat is wel grappig wat hij zegt. In the hands of gangs, bendes and imams. Hij doet het even over één kam scheren. Ga ik ze dadelijk even over hebben. French report says almost one in five Frenchmen have been victims of race. Dit vond ik een grof, hè. Dit meisje loopt gewoon in de metro, of na de metro, minding her own business. Even goed kijken hoe het gaat. One in five Frenchmen. Papa, zie dat? En dat halen we hier binnen. Nog even kijken hoe dat gaat. Dus dat je de volgende keer dat je door de metro loopt in Parijs, of waar het maar is, Marseille of zo, hou er even rekening mee. Almost one in five Frenchmen. Papa! Have been victims of racist insults. En dan krijg je nog een schop van achteren. Zie je wat een ongeloof. Sorry, even van. Nog even kijken. Ze krijgt eerst zomaar een klap in de bek. Hier loopt ze nog gewoon, hè? Als je dan zo doet. Oh nee, dat we. Kijk, hoe gaat dat dan? Nee, dat gaat hem te hard. Nee, oké. Okay. We kunnen nog kleine stapjes maken, maar goed, ik moet even weer play doen. Ze krijgt eerst eens een klap zo. Heeft ze dan de iPad in de hand of zo, de iPhone? Nou, ze loopt gewoon voorbij. Frenchmen have been victims of racist insults. En dan van achteren tegen de scheen aan. Twee mannen tegen één meisje. Ah, dat zouden ze eens moeten proberen met z'n tweeën tegen één van mijn vrienden. Als dat de norm is, dat twee Arabieren, of het zijn dit, Noord-Afrikanen, die kunnen heel goed één meisje aan. Nou, dan hebben wij niet zoveel soldaten of strijders nodig om die hele meuk eruit te timmeren. Stelletje poesies. Om het maar even positief te zien. Maar dat doe je toch niet als man? Je gaat er niet zomaar een meisje wat op weg is naar de metro. Oelala, c'est le métro qui passe. Die gaat er niet zomaar voor de bek slaan. En dan je vriendje, die valt er van achteren aan.
En die trapte gewoon in de knieholte, zodat ze tegen de grond aangaat. Nou. Dank u wel, meneer de paus. A few cases have even gone to trial. Some of those who launch racist attacks on whites use Islam as the reason. Deze jongen die is dan lid van een identitarische beweging van Frankrijk voor de Fransen. Nou, dat is niet helemaal de manier om het op te lossen, denk ik. Laten we maar even antwoorden. Reason they do it. They may not even speak Arabic, but they still use Islam as a flag. Tariq Yildiz, a French sociologist, has written the book Anti-White Racism. Yildiz is not native French, but is the son of Turkish immigrants. My book is viewed as politically incorrect and breaks a taboo. The idea that immigrants could oppress whites. It's a reality for... Oh. Hij heeft een taboe doorbrekend boek geschreven wat gaat over het idee dat immigranten in staat zouden zijn om de blanken te onderdrukken. Nou, oké, slaat hij niet helemaal de plank mee mis. Maar ik weet niet echt of dit het punt is. Dit is een ding nog steeds. Dit is dan die identitarische beweging. Sure, and white French identity. Ja, daar hou ik ze ook niet van. Allemaal hetzelfde t-shirt aan en met vlaggen zwaaien. Je lijkt ISIS wel, man. Wat is dit dan? Oh ja, dat is weer hetzelfde. Maar wat wel heel grappig is, is dit symbool. Dat valt me nu eigenlijk op. Identities. This video shows generation identitaire members training for self-defense. What we encourage. Maar even terug naar dat symbool. And European identity. Die twee schuine lijnen, die dan boven het puntje. Dat is het symbool van de Jezuïeten. Ik heb er gisteravond nog een gesprek over gehad met mijn vriend van de band. Over de rol van de Jezuïeten. En dit is hun symbool. Dus ga er maar uit van dat deze beweging, die staat onder controle van de Jezuïeten. Want je neemt het symbool niet zomaar. Dit symbool vind je ook op tanks. Van de Jezuïeten. Jezuïeten zijn de organisatie hier op deze aarde. Waar is nog even dan die man aan het beeld? Oh, dan krijgen we een knoppartijtje. Nou, gaan we even kijken hoe er geknopt wordt. Self-defense is a part of it, obviously. As the French left's grand experiment in multiculturalism goes up in flames, some quarters of French society are dividing into tribalism and ethnic identity. Pierre Cassin and Christine Tesson are anti-Islamization activists. The French people are increasingly living in fear. They fear the imposition of Islamic law and the organized violence. Many mayors actively promote the growth and spread of sectarian Islam, for good reason. Muslims have become an important constituency of the left. 90% voted for socialist President Hollande in the last election. Die Mohammedanen, die stemmen allemaal links. En dan kom ik gelijk aan de crux van het verhaal. Dan kan je nu gewoon zo dadelijk kan je de video stoppen. Hoef je naar de rest van het gebouw wel niet te luisteren. En waar het op neerkomt is dit. Slavernij. Dat bestaat al zolang de mens geschiedenis kent. En slaven die werden altijd gehaald. Dus dat je ergens een dorp of een stad of een kasteel of een veste. En dan moest iemand de plees schoonmaken. En dan zeiden die vrouwen van, de toilet is smerig, we hebben nieuwe slaven nodig. Nou, en dan gingen die mannen kataklop, 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 kataklop. En in eerste instantie heb je dan 5 kilometer afstand. Dus in een cirkel van 5 kilometer, nou, haal je de 10 binnen. Allemaal zo strop om de nek en dan kataklop, kataklop. Nou, dan moet je stapvoets terug, want zij moeten lopen, die slaafjes. En dan leef je die slaafjes af en dan ben je weer helemaal blij. En dan die vrouwen helemaal blij. En als een vrouw blij is, wat mag je dan met die vrouw? Wat denk jij? Nou, toen waren de slaven op binnen 5 kilometer. Dus toen moesten ze langere tochtjes gaan doen. En uiteindelijk moesten ze 200 kilometer kataklop, 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 kataklop.
om nog slaven te vinden. Dat was niet zo haalbaar, dacht hij. Toen kwam er een nieuwe tactiek. En die zei van, als we er nou eens voor zorgen dat die slaven zich gratis en voor niets aanmelden. Dan hoef je ze niet te halen. Dan moet je wel naar die slaven toe. Om te vertellen dat je een leuke baan voor ze hebt. Maar dat is eenmalig. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Nou, en dan melden die slaven, die gaan dan in op dat aanbod. En dan komen ze dan in het werkkamp. En dan blijken ze daar niet meer weg te kunnen. Via een heel erg slim sociologisch spel. En het is voor het eerst in de geschriften opgetekend dat het formeel werd toegepast. Die nieuwe slavernijtechniek. Onder het toezicht... Sorry. Onder het toezichthoudend oog van de paus. En dat was in de 16e eeuw in Zuid-Amerika. En dat heette daar de reducties. De rediciones op zijn Spaans. De reductions op zijn Engels. Nu zou je zeggen werkkampen. En binnen die werkkampen hadden ze dan een strategie. Dat die mannen niet weg konden, want ze hadden inmiddels kinderen gekregen in het kamp. En die vrouwen vonden alles al lang best, want die werd heel goed voor gezorgd. En die mannen werden dag in dag uit afgezekerd, dus daar hadden ze misschien op een bepaald moment wel de balen van. Maar ze konden niet meer weg, ze konden hun gezin niet in de steek laten. Maar die kinderen die opgroeiden in die reducties, in die reducties, die wisten niet anders dan dat papa, dat is een sufkut. Want die liep altijd met gebogen hoofd in de rondte. Zijn vrouw werd op een voetstuk geplaatst door de kampleiding. En hij werd gewoon afgezeken en afgebuffeld. Wat zo'n man niet vallen kan. Nou, er zijn er 5 geweest. 5 reducties. 5 werkkampen in Zuid-Amerika. En toen hebben ze dus een studie gemaakt van hoe ze die gezinsstructuur kunnen kapot maken. Die man kan weliswaar niet weg, maar die vrouw respecteert hem niet meer. En als die vrouw geen respect heeft voor die vader, dan hebben die kinderen ook geen respect voor die vader. Dan hebben ze alleen die moeder nog. Ja, en dan kan dus de kampleiding de controle overnemen over die kinderen. Ja, en dat sociologische concept, dat is uitgerold in meerdere delen van de wereld. En inmiddels is het overal. En we kennen het momenteel onder de naam communisme. En dan zal je zeggen van ja, maar die Mohammedanen, want die zijn ook van de paus trouwens. Hè. Of je nou katholieken hebt, of Mohammedanen, of die Hindoestanen, of dat neo-boeddhisme met ook allemaal van die kloosters. Dan ga je zijgeld elke dinsdag de vloer gaan boenen. En dan repetitief bidden, dat zijn maar heidenen zijn het. Allemaal één pot nat. En ze maken de hele boel kapot. Dat die Mohammedanen dan vrouwen onderdrukken, het is maar een beetje hoe je het ziet. Geldt misschien wel voor de onderkant van de Mohammedaanse samenleving, waar die mannen met een droevige snorren iedere ochtend om 7 uur met allerlei chemicaliën staan schoon te maken en kuchen thuiskomen. Dat die vrouw dan moppert van, jij moet ook niet zoveel, rook jij niet. Zelfde verhaal. Die gezinnen gaan stuk. En hun mentaliteit hier in het Westen, hun mentaliteit hier in het Westen dan erin gedropt. Ja, die mannen snappen er helemaal niks van. En respect van Nederlandse mannen, wow, dat is er wel, dat ze zeggen, ja, Ali is best een aardige vent of zo. Maar wat moet zo'n vent hier? Hij kan geen Nederlands. Hij kan zijn kinderen ook geen Nederlands leren. Hij valt buiten het culturele gebeuren.
Ja, moet je mij morgen in Istanbul zetten? Behalve dat je daar als Hollander geen uitkering krijgt. Anders dan andersom. Denk ik, misschien valt het mee, man. Maar ik wil niet per se naar Turkije toe. Dan mag eerder naar Marokko. En dan niet naar Casablanca. Ergens naar het geitenhoedersgebied. Neem ik een tomatentuin. En een Turkse werkster. Dat is een grapje. Maar wat we getuigen van zijn, is een plan van de paus om de hele wereld te maken tot één grote communistische staat. Verdeeld in 7 delen met 10 nog iets. 7 regio's. En binnen die 7 regio's zijn er 10 disciplines verdeeld. Dat is bekend. Ze willen de hele wereld onderbrengen in één groot systeem. En dan hoeven ze zelf nooit meer te werken. Dit is even een leuk stukje. Deze moskee. Named Conquest. So, this is like another moskee country. Als een moskee die heet Verovering. Wat gebeurt hier? Zeunas. Nou, ik kan hem niet terugkrijgen. Ja. Oh, kom op. Work it. We hebben nooit. Staat er helemaal op het einde toe. Hier moeten we zijn. Ja? Ja. Libanisation, the liberalization or balkanization of France is beginning. Dit is een ex-katholiek, moet je dan zeggen. Een ex-Mohammedaanse katholiek. Hij is eruit gestapt. En hij kan Arabisch lezen. Dan gaat het over de naam van die moskee. Already with the help of the state of France. Lebanon. Oh. It's a word some use to describe France's future. Is beginning already. Entry inside France. Perhaps the French don't realize they're paying to renovate a mosque named Conquest. Daar is hem dus. Die moskee die heet Veroveren. Verovering. De paus die wil ons helemaal kapot. En hij snapt ook wel dat als hij de teugels een beetje laat vieren. En onze kinderen niet ongelooflijk stupide maakt met al die onzin op school. Ja, dan is hij zijn leiding momenteel kwijt. Binnenkort kwijt. Dus hij moet doorgaan. Daarom wordt het onderwijs ook gesloopt. Alle mannen worden weggezet als idioten. Al die vrouwen krijgen in no time een uitkering en whatever. Bij het geval van een vrouw die had genoeg van de relatie. Die heeft gewoon de gemeente opgebeld en gezegd van nou, ik woonde samen, maar nu niet meer. En binnen no time had ze een huisje en een uitkering. Toen mijn vrouw, ze was vreemd gegaan, mijn kind aan het janken gemaakt, ze is me zelfs aangevlogen meerdere keren. Toen had ze er genoeg van, heeft ze mij de deur uitgetrapt. Ik heb een half jaar moeten wachten. Ja meneer, gaat u me inloggen op de website en dan kunt u kijken en dan kan je zien hoe ver je op de lijst staat. Nou, bij godsgratie kreeg ik na een half jaar een woning. En al die tijd thuis op de bank moeten slapen. Ja. Leuk is dat. Hebben we hier nog een leuke over. Ja, het is ook een soort buitenlander. Ja, het is ook een buitenlander. Het gaat om een man. En die heet. Even kijken hoor. Die heet Emmanuel Kidega Samson. Ja, een mooie naam. Hè? Hij ziet er zo uit. Hij komt uit Soedan. Lijkt me een hele vriendelijke man. De oren een beetje kort aan het hoofd, maar flaporen staat ook niet iedereen. Hij is in 1996 naar de Verenigde Staten gekomen. Toen was hij nog kind. Hij is een US citizen. Dat betekent dus je hebt een paspoort. Hij heeft zijn burgerrechten gekregen. Hij is een kerk ingelopen. In Nashville, in Tennessee. Tennessee is de staat en Nashville is de stad. En dat was een wraakactie.
van een white supremacist. Ik weet niet hoe je dat op zijn Nederlands moet vertalen. Mensen die geloven dat witte mensen superieur zijn. Ik weet helemaal niet of die man die hij dan ging wraken, en dat was Dylan Roof, dat is een tijdje terug gebeurd. Dat was een hele rare actie. Dylan Roof die ging zomaar in een christelijke kerk binnen en rat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 
Het maakt hem niet uit wie ze doodschiet. Als de Marxisten worden doodgeschoten. Ik heb een beetje problemen met mijn aansteken, maar ik kom er wel uit. En hier wordt terecht hebben stilgestaan. Door die Dylan Roof affaire. En die was in... Even kijken, man. Dylan Roof heeft dan... Oh ja, Charleston was dat. In South Carolina. Ja, dat was ook een gek verhaal. Hij is gewoon een kerk ingelopen. Een machine gun leeggemaakt. Ja. Maar wie was die Dylan Roof eigenlijk? Maar dat kwam volop in de krant. En dan nu deze. En dat komt dan niet in de krant. Ja. Oké. Dat is weer hele maffe, dit is een... Hier geloof ik dus helemaal niks van. Dit is de website Mail Online. Dat is zeg maar de Telegraaf van Engeland. En dat ISIS, die eist de verantwoordelijkheid op. Gaan we echt die haar reclame. Kom. Fantastische reclame. Zeg. Je kan dit... Hé, man. Hoe moet ik het eerste stukje nou lezen? Ja, oké. Dus er was een terrorist en die riep Allahu Akbar. En die heeft 2 vrouwelijke passagiers doodgestoken. De ene was 17, de andere was 20. Goed gedaan, Jochie. Oh, dan moet je eens met mij proberen. Ja, ik loop de volgende keer met een... Doe ik niet, want ik heb een bril. Maar ik kan me voorstellen dat ik dat ga doen. Ja, die aanvaller, die heeft dus 2 vrouwelijke medepassagiers doodgestoken. En nu gaat het om die foto's. Wie heeft deze foto's gemaakt? En deze foto. Ik heb een klein beetje verstand van foto's maken, maar dit is precies hoe je... een foto moet maken van... Nou, ik zou hem iets lager hebben gedaan. Ik zou dat... Want hier, daar in het midden... Hier zo, hè? Daar ligt die gunman. Die zou ik eigenlijk iets hoger hebben gezet. Maar voor de rest is die helemaal perfect. Deze ook. En deze foto dan. Nou, ik zou het lef niet hebben om... eventjes daar naartoe te gaan en zo'n fotootje te maken. Dus het is een professionele fotograaf. En deze politieagent die kijkt er gewoon in de camera. En die doet gewoon of er niks aan de hand is. Dus dit zijn overheidsfoto's. Maar hoe kan je er zo snel zijn met je camera? Een lichaam ligt onder een witte deken. Buiten het treinstation van Marseille. Nadat een man met een slagersmes 2 vrouwen heeft aangevallen bij het station. Body. Een beetje vage wet. Nieuwsgaring. En dan die socialist, sorry voor mijn stotter. Die communist, die pauzelover. Laat hij naar Rome gaan verhuizen. Als je erop klikt, heb je hier weer zo'n dingetje. Dan gaat hij nou weer weg. Ja, okay. En die zegt dat hij het allemaal, dat hij helemaal verontwaardigd is door deze barbaarse daad. En hij leidt mee met de families en de familie, de relatives, hoe heet dat? Ja. Familieleden van de slachtoffers. Okay.
nog meer politie misschien? En heeft hij ook nog gezegd, prijzen aan de Sentinel, is het ook alweer. In de Matrix heb je ook van die Sentinels, dat zijn bewakers of zo. Operatie bewakers. Die soldaten en de politiemachten reageerden met enorme rust en efficiëntie. En de burgemeester, die gelooft dat het incident een terroristische aanslag was. Maar de minister van Binnenlandse Zaken zei dat het mogelijk gerelateerd kan zijn aan terreur. Ja, en wat moet je nou denken? MH17, iedereen iemand? Zit er gewoon gelul in de ruimte? Ik zou gewoon zeggen, bij deze krijgen alle vrouwen, die krijgen makkelijker toegang tot wapens dan mannen. Moet je wel een verklaring omtrent gedrag hebben, dus je man moet het goed vinden. Dus je moet met je man naar het politiebureau gaan en je man moet tegen de politieagent zeggen, ja, kijk, wij hebben nooit last van de. Ja, dan krijgen ze gewoon een gun. En afgelopen. En niet dat er geschoten moet worden hoor, maar gewoon als net als wat de Verenigde Staten altijd deden met Rusland en Rusland deed met de Verenigde Staten. Je moet gewoon zorgen dat ik een hele hoop wapens heb. En dan durft die ander gewoon niet aan te vallen. Nou, dan zijn we in ieder geval van dat probleem af. En die uitkeringen ook even kritisch naar kijken. Hè? Als je 20 kinderen hebt, joh. Zielig voor die kinderen natuurlijk. Jij was verantwoordelijk voor die kinderen en niet de overheid. Ofwel, nou ja, dan willen we je ook niet. Hè. Dit is dan die man, wat is deze man? Ja, dat is dan weer het volgende, want die staat eronder. Oh, oké. Okay. Mike Chernik heeft ernstige verwondingen opgelopen, inclusief steekwonden in het gezicht. Ja, dat is wel heel vervelend. Yep. Maar goed, premier Trudeau, die wil een einde aan de witte suprematie. Nadat Somalische vluchtelingen een terroristische aanslag heeft gepleegd. Ik kan goed begrijpen dat de Somaliërs en de Eritreërs en de Turken en de Marokkanen stik jaloers zijn op wat wij bereikt hebben in die tijd dat wij die katholieken eruit getrapt hebben. Kregen we wel Duk Dalva voor terug. Met een 80-jarige oorlog. En ja, ik denk ook gesteld dat Alva die heeft die oorlog gewonnen. Maar we zijn er in ieder geval tegen in opstand gekomen. En wij hadden hier in Nederland heel veel protestantse kerken. We hadden in principe die katholieken, ja, een soort van koude oorlog of zo. Van als jullie ons niet lastig vallen, dan vallen we jullie niet lastig. En voor de rest gingen we lekker onze eigen gang. En we hebben de Deltawerken gemaakt, die dijk die daar ligt, weet ik weer, het IJsselmeer, Afsluitdijk. We hebben de Markerwaard ingepolderd, we hebben de Flevopolder gemaakt, we hebben hier een geweldig elektriciteitsnet. In elke woning hier heb je warm en koud stromend water, we hebben waterclosetten in plaats van emmers met stro. Ja, daar kan je wel een stuk jaloers op zijn, want daar kan je wel begeren, zoals het dan heet. Maar dat had je toch in Somalië ook kunnen doen. Ja, in Somalië hebben ze nooit een Bijbel gelezen. In ieder geval niet genoeg. Ze lezen helemaal niet. Ja, blijf dan gewoon daar. In plaats van hier lopen zeuren. Maar dit is ook echt. Ik zou me schamen. Hè, dat, als dit een van mijn eigen volk was geweest. Ik schaam me nog steeds voor het feit dat dit dus gedaan wordt door een mens.
dan denk ik van heren, heren, waarom verlost u deze niet uit zijn lijden? Wat heeft die vent gedaan? Hij heeft een bekende een bedwelmingsmiddel toegebracht. En toen heeft hij seks met die weerloze vrouw. Heeft hij zijn seks, heeft hij haar verkracht en daar heeft hij een filmpje van gemaakt. Daarna gaan. Gaan we even wat groter maken. Echt zo'n goed bericht. Dit is precies wat de katholieken willen, hoor. De katholieken die krijzen helemaal. En de paus natuurlijk. Jongens, juichen! Deze ellende wil die over ons heen storten. Nou, dit soort mensen komen dus binnen. Dit is in Duitsland gebeurd. De zaak die speelde zich af in oktober van 2013. En nu pas heeft de rechtbank daar een oordeel over geveld, een oordeel getroffen. Hassan A. Die werd vervolgd voor het in bezit hebben van drugs. Nee, voor prosecuted for having drugged zijn schoonzuster. Dus hij heeft zijn schoonzuster die drugs toegebracht. En die heette Selma. Maar dat is een fictitious name. Dus de. Zij heet helemaal geen Selma. Maar hij heeft haar verkracht en hij heeft die verkrachtingen ook gefilmd. En dat heeft plaatsgevonden gedurende 3 opeenvolgende dagen. Hij heeft het gefilmd met een handycam. En zijn schoonzuster wist helemaal niet dat het gebeurd was. Maar die Hassan A. die heeft opgeschept over zijn misdaden. Ook in een kring van mensen die ze allebei kenden. En hij heeft die video getoond om erover op te scheppen. Oh ja, en het slachtoffer heeft gezegd dat zij dus werkte in een bakkerij en een klant die vertelde haar ervan. En haar huisbaas zag er ook een stukje van. En haar huisbaas had van de beschuldigde zijn smartphone gekregen als onderpand voor een lening. En toen is Selma naar de politie gegaan. Wat ben je nou voor een idioot dat je je schoonzuster verkracht? Wat ben je voor idioot dat je haar eerst drugs toedient? En wat ben je voor idioot dat je er ook nog een filmpje van maakt? En wat ben je voor idioot dat je er ook over gaat lopen opscheppen? En wat ben je voor idioot dat je je mobieltje, die smart dinges, gewoon aan je huisbaas geeft als onderpand van een lening, zonder dat je je bewust bent dat daar het beeldmateriaal op staat van een ernstig misdrijf. Wat moeten we nou met dit soort mensen? Want die zitten hier in Nederland ook, hoor. Eergisteravond was ik, we kwamen op het einde van de baravond, 12 uur of zo. Ik dacht, kom, ik ga even kijken of ik nog een potje schaak kan spelen. Kan je ook op internet doen, maar het is ook wel leuk om dat met een mens te doen. Met echt hout. En dan zonder klok gewoon een beetje schaken en een glaasje wijn drinken. Maar er waren geen schakers. Maakt niet uit. En dan komt er een jongen binnen. En dat was een buitenlander. Een jaar of 20, 25. En die gaat een jointje roken ergens aan een tafeltje. In die kroeg is 1 consumptie verplicht. Toen die jongen niet naar de bar kwam, is de barkeeper naar hem gelopen. Dat is een hele aardige man. En die vraagt aan hem, wat wil je drinken? En die jongen zegt, nou zeg, als ik wat wil drinken, dat is zo duidelijk, maar dan kom ik wel naar de bar. Waarop Tjertus zegt, ja,
wat wil je drinken? Hij was al een kwartiertje binnen. Je komt er naar de bar om te drinken. Als je alleen maar naar de bar, naar de kroeg komt om wat, ja, lekker te zitten en wat te roken. En dan denk je, kom, ik ga weer eens naar huis. Ja, dat doe je maar in het buitenlanders opvanghuis. Maar niet in een commerciële tent. En toen zei die jongen heel luid. Oh ja, want hij wilde het niet bestellen. Hij zei, ik kom zo dadelijk wel naar de bar. En toen riep hij zo door die tent. Van als je dan hier moet bestellen, dan vind ik dat het gratis moet zijn. Ja. Dan moet je met het tuig. Je zou het echt niet weten. Die laat ze oud worden. Maar ze gaan straks nog vrouwen zwanger maken. En dan krijg je allemaal van die kinderen die denken, ja, dat ga ik ook. Want mijn vader is ook beroemd geworden. Dat hij gewoon in een café ging zitten. En dan ging hij gewoon lekker zitten roken. En dan zeiden ze wel van, hé, je moet hier bestellen. Nou, dat deed mijn vader echt niet hoor. En de paus, die lacht zich helemaal kapot. Want dit is precies wat hij wil. Het noorden van Europa en het noorden van Amerika. Dat zijn de laatste bruggenhoofden van het protestantisme. En die worden aangevallen. Ja. Even een aansteker regelen. Dit vergeven jullie me wel. Pakken we de volgende, zijn we bijna klaar voor. Er zijn nog twee. Dit is een Engelse site. En daar staat een ding in over Nederland. En dit kennen jullie denk ik wel. Dit is gebeurd in Den Haag. Een paar jaar geleden. Het ging om een zwembad. En die buitenlanders die kregen dan dat heette ooievaarskaart. En die konden daar voor heel weinig naar binnen. En die gingen daar meisjes lastigvallen. Kijk wat er staat van die ooievaarskaart. Het ging dus over het zwembad Zuiderpark in Den Haag. En dan ging het over bendes van Turkse en Marokkaanse jongens, youths, jongelingen. En die gingen seksueel vervelend doen tegen meisjes waarvan ze vonden dat ze geen moslim waren. En ze deden ook stafmedewerkers aanvallen. Ze hebben gestolen. En ze hebben interieur kapot gemaakt. Nou, leuke jongens, hè? Maar dan gaat het mij om de reactie van deze vrouw. Dat is dan een deskundige. Dan staat mijn YouTube een beetje goed. Gaan we even naar YouTube toe. Zo. En dan zo. De Rutger Stichting krijgt vaak dit soort lefgozers over de vloer die een taakstraf hebben vanwege ongepast gedrag in zwembaden en bij sportverenigingen. Het probleem zit hem vaak in de cultuur van een sportvereniging of een zwembad. Dat het toch een soort sfeer is van ja, alles mag en alles kan. Hoor je dat? Er is hier sprake van een cultuurprobleem binnen de zwembaden en sportverenigingen. Dat alles moet maar mogen. Dat zegt zij dan even. En dan gaan ze even. Dit duurt een minuut. Even welke bagger eruit dit, deze persoon komt. En er zijn heel onduidelijke gedragsregels. Waardoor je... Nou mevrouw, je blijft met je tengels van andere mensen af. En als jongens meisjes gaan lastigvallen, dan moet er onmiddellijk iemand bij zijn die de jongens eventjes gaat lastigvallen en ze komen er nooit meer in. En dat zou een goede gedragsregel zijn, maar dat wisten we toch al? Dat was toch al lang zo? Als je als jongen ga je een meisje lastigvallen van 4 jaar jongen. Jij bent 18 en de kind is 14. Je gaat aan de bikini lopen trekken. Ja, afgelopen. En moet je dat die immigranten nog uitleggen? Ja, kennelijk wel.
Maar dat is dus ons probleem. Dat is onze gedragsregels. Die zijn helemaal niet onduidelijk. Want ik heb als kind, had ik elk jaar zo'n jaarkaart. Ik zat wekelijks in het zwembad. En er werd inderdaad heel wat afgefriemeld. Nou, die meisjes allemaal lekker giechelen. En ik deed daar nooit aan mee. Maar ik wist wel dat er in de bosjes van het zwembad, was een openluchtzwembad aan de Amstelveense Poel. Ja, daar gebeurde wel wat, ja. Maar gewoon openlijk. En zomaar een vreemd meisje lastigvallen, nou, dat kan je lekker vergeten. Jongeren ook niet weten waar ze zich aan moeten houden en wat de sancties... Jongeren niet weten waar ze zich aan moeten houden? Nou, buitenlandse jongens weten het niet. En Nederlandse jongens, die snappen, als je dat gaat doen, kan je klap krijgen. En nee, er wordt niet de politie gebeld. Nee, je krijgt gewoon klappen. Ik heb dat meegemaakt hoor, in Groningen. Had je van die boerenfeesten, zo rond Pasen of zo. Van die hampetam muziek. Het Adam sloeg Eva met de suikerbieten voor de kont. Hola die, hola die. Ja, er waren er ook jongens uit Drachten. En die gingen met een meisje uit Zeewolde of whatever. Beetje akelig lopen doen. Nou, dat meisje hoeft helemaal zo naar de vriendjes. En dan kwam er een kadon van 5 kerels aan. En dan haar vriendje, die liep voorop en die pakte hem als eerste die klootzak beet. Dat nou? Een meisje lastigvallen. Ja, er werd wel eens een vechtpartij, ja. En daar brak wel eens een stoel. Maar dat ging gewoon van de bieropbrengst af. Die jongens die dronken kwamen zo 10, 20 glazen bier per persoon. Ja, dan heb je al genoeg opbrengsten. Die de hele boerenschuur vol hebt. En ja, die kapotte tafel en die ene stoel, ja, die waren toch al oud. En toen de vechtpartij voorbij was, is misschien de politie gebeld. Dan was het probleem toch al opgelost. Wie zijn als je er overheen gaat? Volgens het personeel en oud-medewerkers van het Zuiderparkbad zijn het vooral jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond die zich ongepast gedragen. Maar volgens Rutgers speelt het probleem in de hele samenleving. Oh ja joh. Maar volgens mij niet. Volgens haar wel. En volgens mij niet. Wat die jongen, die buitenlandse jongen, waar hij nou vandaan komt, Eritrea, Soedan, Syrië, loopt te roepen van, als het verplicht is om te bestellen, dan moet de drank ook gratis zijn. Dat gedrag kom je, die denkwijze, die stupiditeit, die kom je alleen maar tegen onder, ja, geestelijk gehandicapte mensen heb ik ook wel eens gezien. Die zijn op weekend verlof of zo. Of dan mogen ze een middagje de stad in. En die zeggen ook wel eens van die gekke dingen. Ja, die zijn geestelijk gehandicapt. Dus dat is toch niet hetzelfde? Kom je echt alleen maar tegen onder die mensen. Voor, hè, als je de verhouding bekijkt. Bijvoorbeeld longkanker en roken. En daarvan zeggen ze, ja, van roken krijg je longkanker. Ja, er zijn heel veel mensen die krijgen longkanker en die roken helemaal niet. Ja, zeggen die mensen, maar de mensen die longkanker krijgen, het grootste deel daarvan, dat heeft gerookt. Dus is er een relatie tussen longkanker en roken. Ook al zijn er mensen die longkanker krijgen en die hebben nooit gerookt. Zo is er ook een relatie tussen immigranten en geweld tegen vrouwen. Het is niet iets van een bepaalde culturele groep. Dus het is heel belangrijk om te kijken naar jongens in de puberteit met name. Hè, dat stuk waarin ze als groep heel erg naar elkaar kijken. Dat ze als groep heel erg naar elkaar kijken in de puberteit. En dan gaan ze meisjes lastigvallen. En dat is een algemeen probleem wat ook speelt onder Groningse jongens en Friese jongens. We weten het allemaal. En nu dan toevallig emigranten. Oké. Dan weten van, hé, om een echte vent te zijn hoef je niet
vrouwen lastig te vallen en hoef je niet over grenzen te gaan. Het is heel belangrijk dat het management van een zwembad of van een sportvereniging beleid ontwikkelt en duidelijk maakt van... Ja, laten we dat doen. Zij vindt het heel belangrijk dat er beleid wordt ontwikkeld. Dat betekent dat gewoon een stelletje mensen die gaan aan zo'n saaie formica tafel zitten met van die plastic stoeltjes. En er staat een kan met koffie en een kan met thee en een schotel met koekjes. Nee, en je mag er natuurlijk niet roken. En dan gaan ze beleid ontwikkelen. Nou, mijn beleid zou zijn, mannen die bereid zijn, je bent in het zwembad, laat ik beginnen met het begin. Je bent in het zwembad, je ziet dat een stelletje Marokkaantjes of whatever, je loopt te eikelen, het meisje komt er niet uit, jij staat op van je stoeltje, je dochter zit nog een frietje op te eten en je zegt papa is zo terug. Dan loop je op de groepje af, je pakt de grootste boosdoener eruit, die pak je gewoon in zijn nekvel. Als die protesteert, dan sla je een paar keer voor zijn bek. Dan breng je hem naar de badmeester, dan zeg je, deze mag je afvoeren. En chippen die jongen. En dan wordt hij gewoon gechipt en dan komt hij het badhuis niet meer in. En je gaat zijn ouders bellen. En je gaat die ouders ter verantwoording roepen. En als die jongen naar de moskee gaat, dan ga je naar de imam toe. En dan zeg je tegen de imam, want een van jouw schaapjes heeft dat gedaan. En wat ga je eraan doen? En die mannen die dat kunnen, of vrouwen die dat kunnen, want je hebt een vrouw die zit op kickboksen, die zijn net zo sterk hoor. Als je de botten hebt. Die mogen gewoon gratis naar het zwembad. Kijk, dat is beleid. Oog om oog, tand om tand. Dus jij wil in het zwembad met allemaal meisjes in bikini en badpak. En je krijgt er een stijve piemelino van. En je denkt, mijn testosteron. Ja, als je niet weet te gedragen, oprotten. En als je het buiten het zwembad ook nog een keer doet, dan heb je de tweede aantekening. En als je het nog een keer doet, dan heb je de derde aantekening. En dat is wegwezen. En dan verkopen je gewoon. Dan bellen we gewoon een Chinees. Dan zeggen we hebben hier nog een Marokkaantje. Nooit alcohol gedronken. Een beetje ganja gerookt. Maar hij kan wel een nier missen. Enkele reis Shanghai. Wij staan hiervoor. Wij vinden veiligheid heel belangrijk. En dat dan... Dat vind je helemaal niet, tuthola. Anders zou je niet zo'n lulverhaal houden. Je zou gewoon moeten zeggen... In de Bijbel staat... Blijf met je tengels van andere mensen af. En wij zijn hier een bijbelgelovend land. We houden ons gewoon aan hele eenvoudige regels. En degene die ze overtreedt, die wordt aangepakt. En niet per se door de politie, want die hebben het veel te druk met formulieren invullen en salueren. En die moet ook al de hele tijd vergaderen. De politie heeft het al zo druk. Dat gaan we gewoon zelf doen. Je weet van iets, hoppakee, ingrijpen. En die families benaderen. Namen noteren. Wat een schandpaal met jullie. En vervolgens ook via medewerkers en via gedragsregels doorgeeft. Via de medewerkers en via gedragsregels doorgeven. Nou, dus je kan vaag praten of je kan gewoon totaal onbegrijpelijk praten. Via gedragsregels door... Gedragsregels... je blijft met je tengels van andere mensen af. Is daar een meervoud aan? Dan krijgen we straks de gedragsregel van... je moet buiten een meter afstand van meisjes blijven. Dus als je van de zwemplank afduikt... En je botst tegen een meisje aan die niet in het wijn nog geroepen had van ik kom eraan. En dan raak je haar per ongeluk aan. En dan gaat een meisje... Nee, natuurlijk niet. Ik heb helemaal geen regels. Ik wil dat de regels die we hebben, dat die gehandhaafd worden. En als de politie dat niet doet, als de Rutger Stichting alleen maar loopt te zeuren over... Ja, het komt door de puberteit hoor.
Nou, wat ik je net heb laten zien van die vent die zijn schoonzus had verkracht, nou, die was al lang voorbij zijn puberteit. En in Frankrijk, met het meisje wat op weg was naar de metro, en die jongen die haar voor de bek sloeg, zomaar om niks, en die andere jongen die haar in de knieholte trapte, van achteren. Die regel, want je blijft met je tengels van andere mensen af, moet je handhaven. En zij zit alleen maar naar een monitor te kijken, met een collega die ook alleen maar naar een monitor kijkt. Van, ik ben toezichthouder hoor. Ja, iedereen moet het eigenlijk maar zelf doen, maar ja, er moeten dan gedragsregels worden opgesteld. En ja, die moeten dan doorgegeven worden via het personeel. Ja, zo gaan we langzaam allemaal. Ja, straks praten we geen Nederlands meer. Heeft het ook helemaal geen zin meer om Nederlands te praten. Want als dit het gemiddelde Nederlands is, ja, schaf het hele Nederlands dan maar af. Kan je net zo goed Frans gaan praten. En degenen die mij een beetje kennen, die snappen wel dat het geen compliment is aan degenen die Frans spreken. Om even te zeggen dat met mijn kind, dat is ook Zwits, hè? Mijn kind heb ik nog nooit met een vinger aangeraakt. De enige keer wat ik gedaan heb, toen heb ik haar aangeraakt. Dat was, ik zat net in die nieuwe woning. Die woning was, het was een scheiding en toestanden. En die moeder, die kierde jongen, die had er plezier. En die ging lekker uit. En ja, eindelijk was die vervelende Perry Winkel was uit haar woning weg. Dus want die maakte altijd zo bezwaar tegen al dat mannelijke bezoek. Elke dag, elke avond, elke middag. En nu kon ze lekker de hele wereld gaan uitnodigen. Dus de moeder die ging lekker feest vieren. En ik zat in een lege flat. En ik was aan het overleggen met een andere volwassene over hoe de inrichting zou moeten komen. Want het moet wel aangenaam worden. Ik had niet eens een kachel. En toen was ik met die volwassene aan het besluiten hoe we wat en wat zouden gaan doen. En mijn dochter die komt dus binnen en die hoort het allemaal. En die zegt, ja, maar ik wil dit en ik wil dat. En wat jullie willen, dat wil ik niet. En toen dacht ik, de vriendinnetje was erbij. Toen dacht ik, nou is het afgelopen. En toen heb ik haar gekruisigd in haar middel gepakt. Dus mijn linkerarm op haar linker, zij. Hè? En dan mijn rechterarm op haar rechterzij. Heb ik haar gewoon ondersteboven gedraaid. Ik heb haar opgelift. Ondersteboven gedraaid. Een paar seconden even uitgeademd. Heb ik weer terug met de voeten op de grond gezet. En gezegd, heb je nou begrepen? Ik ben aan het praten. Dat is de enige keer geweest. En voor de rest heb ik haar nooit met een vinger aangeraakt. Ja, luier verschonen, helpen met t-shirtjes. Met zo'n baby een sokje aantrekken. Ja, dan moet je wel even de beenpeet pakken. Beet pakken, natuurlijk. Maar voor de rest niet. Je blijft met je tengels van andere mensen af. En degene die dat niet willen, die zeggen weer, ik wil graag in een land wonen waar gewoon iedereen mag elkaar voor de bek slaan. Ja, dat prima. Zeg maar waar je dat wil. We kunnen ook zeggen dat dat in Nederland mag. Ja. In Nederland wordt het gewoon gedoogd. Ja, dan wordt dit gewoon het gedooggebied voor dat soort idioten. En dan mogen zij kijken hoe ze de afsluitdijk gaan onderhouden en de delta werken. Ja. Is dat hun land? En dan krijgen wij een mooi stuk in Marokko. Want in Marokko groeien de tomaten tegen de heuvels op, hoor. Dan gaan we daar wel zitten. En dan blijf je in Marokko met je tengels van andere mensen af. Net zolang tot we dat voor elkaar hebben. En dan mogen ze hier, dan weet je gewoon als vrouw. Van, nou, als je als vrouw naar Nederland gaat, ja, dan moet je niet gek zijn om naar het zwembad te gaan. Nee, want daar word je gewoon de bikini van je lijf gescheurd en dan voel je een vinger in je gaatje. Gefriemel aan je tepels. Maar dat wilde je dan gewoon, want dat wist je toch. Hangen we gewoon boven alle ingangen van Nederland van pas op, hier geldt de Bijbel niet. Dit is antichristelijk gebied. Hier heb je katholicisme, mohammedanisme, dolgedraaide boeddhisten en idioten van die Hari Hari, Mari Mari, Hari Hari, Hari Krishna. Nou, dat weet je gewoon, je gaat idiotengebied binnen.
Ja, dan maken we van Nederland gewoon een idiotengebied. Dat is wel mooi, want dat past het mooi bij het parlement van Nederland. Denk je niet? Die zijn net zo gek. En de Rutger Stichting. En wat doet de Rutger Stichting eigenlijk? Een stichting die zich bezighoudt met seks? Ik wil maar geen stichting voor de seks. Toen ik 8 was, wist ik al van seks. Ik moest eens weten wat zich allemaal afspeelde in de bosjes. Bij mij, bij de flat en daarachter. En hoe die meisjes allemaal van... Dan was ik met mijn vriendjes waar we aan het spelen in de bosjes. Met een zakmes en dan gingen we, weet ik veel, speren maken. Of een pijlenboog. Ja, dan moet je een boog maken en dan moet je ook pijlen hebben. Of we gingen gewoon stukjes hout snijden. Beetje survival tocht, terwijl je moeder om 5 uur het eten klaar zal hebben. Dat is ook niet zo survival, maar we voelden ons gewoon als survivors. Ja, en dan kwamen die meisjes, kwamen de bosjes in en stonden ze met zijn groepje van 3. En dan zei dat hoofdmeisje van, als wij onze onderbroek laten zakken, doen jullie dat dan ook? En toen heb ik tegen mijn vriendje gezegd van, nee, dat doen we niet. En de meisje zo, waarom niet? Ik zei, nou, bij jullie is niks te zien. Jullie kunnen wel je broek laten zakken, maar je ziet toch niks. Dus ja. Wel, als wij onze broek laten zakken, ja, dan zie je gelijk piemel. Het was mij al lang bekend. En jij hebt helemaal geen seksstichting nodig. En de Rutger Stichting doet dan iets met voorbehoedsmiddelen of zo. Maar daar gaat het helemaal niet om. Je moet geen ontucht plegen. Punt. Dat is ontuchtig gedrag en als je dat weet, dan bedoel je dat gewoon niet. Want er komt alleen maar ellende van. En de Rutger Stichting en zo'n tuthola, daar zit ik niet op te wachten. En ik hoop niet dat de Rutger Stichting subsidie krijgt van de overheid. En ik weet zeker dat het wel zo is. Dus het is ijdele hoop voor mij. Nou, dit is ook een leuke. Door dit meisje ziet eruit, zo had mijn dochter niet over straat gemogen. Dat is punt 1. Maar nu wat er gebeurt, dat meisje staat hier, is bij een fietsenstalling van dus de achterkant van de supermarkt of het is een onderwijsinstelling. Daarboven zit een ventilator uit laten of zo. Laten we even kijken. Het meisje heeft wel gewonnen, moet ik zeggen. Even kijken wat een lul, hè? Hoppakee, dan pak ze hem. Ja, nee, ze heeft hem wel, nog een keer. Ze doet het al goed. Hoppakee. Ja, daar komt hij weer overheen. Maar dat doe je toch niet? Je gaat er niet vechten met een meisje. Ik heb dat nooit gezien. En ik heb best veel gevochten op de school, op de lagere school en op de middelbare school ook nog, tot en met het tweede jaar. En toen ging ik de Bijbel lezen en toen heb ik nooit meer gevochten. Maar ik vocht alleen maar tegen jongens. En dat was altijd afgesproken werk. Dan hadden ze me overdag te treiteren in de klas en dan maakte ik een afspraak met een vriendje. Want ik heb een dikke bril. Die moet, ja, dat kost heel veel tijd voordat je een nieuwe hebt. En je wil ook niet met pleisters op je bril naar school. Dus mijn bril moest dan in veiligheid. En dan rammen. Maar gewoon jongen tegen jongen. Je gaat niet tegen een meisje vechten. Dat is misschien wel de feminisering van de maatschappij. Mooi plaatje erbij pakken. Dat jongens denken van ja, ik ben ook een meisje. Dus ik als meisje, ik vecht gewoon met meisjes. Nou, dankjewel meneer De Paus voor al die fijne veranderingen hier in Nederland. En al die nieuwe problemen die we krijgen. Behalve dat de BTW laatst met 10% omhoog is gegaan. Dat heeft er stevig ingehakt. Dus de middenstand die druipt echt af, want die prijzen, dat gaat sky high. Ik kocht vandaag een half brood. Dat kostte 1 euro.
een halfje. Supermarktbrood. En ik kocht een halve liter sinaasappelsap en dat kostte €2,50. Mijn dochter die heeft gewerkt in de supermarkt en daar verdienen ze €4,80 per uur. Dus als ze 1 uur werkt, dan kan ze 1 liter sinaasappelsap drinken, kopen. Gaan we naar die andere prijzen kijken. En hoe komt dat zo hoog? Ja. Dat is vanwege de belasting. Ze pakken ons economisch en ze storten ons vol met mensen die de Nederlandse taal niet beheersen. Mijn tante, de oudste zus van mijn vader is overleden, die geeft, of die gaf toen, in die tijd, les aan buitenlandse kinderen. Was ze met pensioen, haar hele leven gewerkt en in haar pensioen gerechtigde leeftijd ging ze vrijwilligerswerk doen. Hatsjoe. Dus hun storten ons vol met die ongeletterden. En wij mogen ze Nederlands gaan leren. Dat vinden ze dan goed. Ik weet niet wat die mensen hier doen. En er zitten echt hele vriendelijke, toffe exemplaren tussen. Maar niet allemaal. En daar is geen programma voor. Wat moet je doen met ongeletterden? In die zin dat ze niet weten wat de 10 geboden zijn. Mensen die er maar op losleven. Meisjes slaan, lastigvallen. En naar de moskee gaan om te gaan veroveren. Diezelfde avond zat er ook een buitenlander aan de bar. En ik ging, er stond een vriend van mij. Een Joodse jongen trouwens, maar wel key. Nou, wel, nou, ik mag hem wel. Beetje brutaal. Maar ik kan wel met hem lachen. En we kennen elkaar al jaren, dus ik ging naast mijn vriend staan. En die stond rechts. En die buitenlander die zat links. Maar ik ging gewoon naast mijn vriend staan. Ik ging niet naast hem. Ik had een kruk gepakt. Even zitten. Nou, toen ging mijn Joodse vriend ging weg. Ik bleef gewoon lekker zitten waar ik zat. En hij ging gewoon een kruk verderop zitten. En dan de hele tijd naar me kijken. Echt eyeballen. Heet dat op ze aanstaren. Op ze nemen. To eyeball op zijn Engels. Aanstaren. En ik zie dat gewoon vanuit mijn ooghoeken. Dus ik kijk hem ook aan. En ik kijk, maak oogcontact. Ik doe gelijk mijn ogen dicht. Net als een poes. En ik kijk er vanuit. En hij bleef maar staren. Toen ging hij onverstaanbaar praten. Ik zeg, ik versta je echt niet. Je kan wel wat zeggen, maar ik versta je gewoon niet. Als je dan, ook een tip, als je buitenlandse mensen kent die niet de Nederlandse taal machtig zijn, leer ze dan als eerste om langzaam te praten. En niet in slecht Nederlands met een of andere accent. Niet te verstaan. Nou, ik verstond uiteindelijk wat hij zei. Dat was helemaal niet zo'n probleem. Een beetje lachen. Okay, joh. En toen kwam hij met de vraag: ben jij homo? Toen zei ik nee. Waarop hij zei, vroeg: ben jij homo? Ik zeg nee, dat zei ik net al. Vraagt hij opnieuw: ben jij een homo? Ik zeg nee, nee, nee. En dan zei ik achteraan: ik heb nu 5 keer nee gezegd.
Dus wat is... Ga je het nog een keer vragen? Dan zeg ik weer nee. Waarop hij zei... Jij stinkt naar ei. Oh, zei ik tegen hem. Ja, ik heb wel vanavond Fuyang Hai gegeten. En dat was ook echt zo. Ik had Fuyang Hai gehaald bij die goedkope Chinese hier om de hoek. Ja, het kan zijn dat die Fuyang Hai lucht nog een beetje om me heen hangt. Maar dat bedoelde hij niet. Hij bedoelde dat als een grove belediging. Jij stinkt naar ei. Dat is een of andere scheldopmerking. En ik weet niet zo 1, 2, 3 hoe je dit probleem moet oplossen, hoor. Wat ik wel weet, is dat als we op deze manier doorgaan, dan komt er echt gemep. En de politie gaan we niet bellen. Dat is de laatste die je daarbij nodig hebt. Want die zullen altijd partij kiezen voor die arme, zielige, ongeletterde die uit barmhartigheid van de paus hier naartoe zijn gehaald. En wij moeten die mensen verzorgen en vertroetelen en gratis drankjes geven, want dat zijn ze gewend in hun cultuur. En dan gaan ze vast over een tijdje nog zeggen dat Christus Jezus heeft gezegd, als je ene dochter wordt verkracht, dan moet je hem je andere dochter ook geven. Dat gaan ze ook nog flikken, hoor. Let maar op, want de paus, dat is het satanisme. Of het luciferianisme, of hoe je het maar wil noemen. En de paus heeft het mohammedanisme op de kaart gezet. Het is de paus die de Koran heeft laten schrijven. En al die idioterie hier in Nederland gebracht heeft, omdat ze met het katholicisme wel gewoon een scheve schaats hebben gereden en wij moeten het katholicisme niet meer. Dus dan krijgen we het katholicisme op zijn Arabisch alsnog door de strot gedaan. Erg leuk allemaal. En ik maak me nergens zorgen over. Want jullie luisteren nog naar mij. En ik kan nog praten. Ik kan nog dingen op YouTube zetten. En ik heb een archief hier in mijn woning. En dat moet ik ook niet te hard op zeggen. Maar, want straks dan ben je dat ook weer kwijt. Ik zeg niet waar die staat. Maar wel heel veilig. Dus hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. Een dag, lieverd.